Ik zie u denken, Paasvee is toch al voorbij? Nee, we zijn niet in Schagen, we zijn in Tuitjehorren. Hier wordt het Rokershuispark aangelegd. Een initiatief van buurtbewoners, maar vandaag worden er bomen geplant door leerlingen van het Clusius College. Mirjam Bontje van Tuin van Heden. U bent initiatiefnemer. Hoe is dit park tot stand gekomen? Nou, er is hier in deze omgeving een park beloofd. En er is eigenlijk een veld met veel onkruid achtergelaten, met een recht pad erdoorheen, een schaaphek eromheen. En dat was het. Dus het was alleen eigenlijk interessant voor mensen die de hond uit gingen laten. En wij vonden met een aantal mensen die hier in de buurt wonen dat dat eigenlijk niet kon. En dat wij wellicht een beter plan hadden. Maar een van de eerste dingen waar we mee begonnen zijn is eigenlijk dat we heel goed rondgevraagd hebben in de buurt van wat zijn eigenlijk de wensen. En ook gekeken hebben naar welke leeftijden er rondom het park wonen. En zo hebben we geprobeerd om voor ieder wat wils aan te leggen. In eerste instantie heb ik gewoon in de omgeving heel veel fotomateriaal verzameld. Om ook de politiek geïnteresseerd te krijgen voor dit initiatief. Want ja, in deze tijd is het natuurlijk best wel moeilijk met bezuinigingen om iets wat het omgekeerde vraagt tot stand te brengen. Nou, dat is eigenlijk wonderwel gelukt. En het bijzondere is dat wij bij dit project, eigenlijk bij iedereen bij wie we aankloppen, Landschap Noord-Holland, het waterschap, een heleboel andere partijen groen licht krijgen. Die willen graag met ons samenwerken. En daardoor kan zoiets ook gebeuren. En het mooie is ook, als je bijvoorbeeld hier ziet zo'n groenschool, die is hier bezig. En dat is natuurlijk fantastisch om zo in het groot iets te doen. Terwijl er anders bij school maar op een paar vierkante meter geoefend kan worden. En het is gewoon ook heel erg leuk, de bomen die nu geplant worden. Dat is het enige waar we niet op bezuinigd hebben. Die zijn gewoon hartstikke groot. En wij vonden eigenlijk dat Tuitjehorren best nog wel een paar grote bomen kon gebruiken. En ze zijn op een paar na allemaal gesponsord. Dat is niet alleen in geld te vertalen, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar het is eigenlijk ook zodat de mensen in de buurt betrokken worden bij het park. Want de boom van hun straat of ter nagedachtenis van, of om welke reden zij een boom hebben willen sponsoren, die staat in dit park. En ja, als het goed is, dan overleven die bomen ons allemaal. Dus dat is wel eigenlijk wel heel bijzonder. Kunt u voor ons eens schetsen wat we hier over een jaar, over een paar jaar te zien krijgen? Ja, we staan hier aan de rand van een fruitheuvel. Daar is nu eigenlijk nog ongeveer de helft maar van aangelegd. De andere helft gaat hier aan de andere kant van het pad verder. Daarop wordt hoogstamfruit aangeplant. Hier zien we volgend jaar ook een walnotenboom nog staan. Hier staan dan hoogstamperen. Verderop de hoogstamappels, die worden morgen neergezet. Ik heb de plaatselijke basisschool gevraagd of zij willen helpen, of eigenlijk de fruitheuvel willen adopteren. En zij vinden dat erg leuk om te doen. En zij komen tegen die tijd dat er bessenstruikjes geplant kunnen worden, komen zij hier planten en ze later onderhouden en natuurlijk oogsten. Lisanne, wat zijn jullie vandaag aan het doen? We zijn vandaag de bomen aan het planten bij ons in het projectpark. Ja. Het is een projectpark, het is Rokershuispark. Wat gebeurt hier precies? Wij zijn een park aan het maken voor, hoe moet ik dat eigenlijk zo zeggen? Voor de buurt, om je hondje uit te laten of lekker te zitten of een rondje lopen. Zo, en dat park zijn we aan het aanleggen. Ja, en waarom is dit jullie project, Milenko? Wij hebben dit als school aangeboden gekregen. En we zijn meteen aan de slag gegaan. Dus, ook mede door meneer de Boer. Ja, ook mede door meneer de Boer. Ja. Ja, vandaag worden dus bomen geplant. Hoeveel zetten jullie er vandaag de grond in? 20. En zijn jullie daar de hele dag mee bezig? Ja. En ik denk nog wel andere dagen ook nog wel. Is het zwaar werk, Lisanne? Je bent bezig met die bomen en dat doe je met z'n allen, want alleen dat red je niet. Ja, hebben jullie dan ook gelijk al een beeld voor ogen hoe het gaat worden hier in de toekomst, Teun? We hebben wel foto's gezien.
En de kaart gekeken, het plattegrond. Dus hoe het moet worden. Dus we zijn nu gewoon aan het planten. Dan zien we het wel. Is het leuk om te doen? Ja, ja, best wel. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Dus we zien wel wat het gaat worden. Het hele project is volgens mij een initiatief hier van de buurtbewoners van Tuitje Horren. Helpen die ook vandaag een handje, Lisanne? Ja, nou ja, daar staat meneer de boer. Die helpt een handje en er komt nog iemand aangelopen. Dat is hij. Ja, die zien jullie niet, maar die helpt, of die is er redelijk veel bij. En het zijn allemaal buurtbewoners die komen kijken naar hoe ver we gaan, hoe ver we zijn en wat we aan het doen zijn en foto's maken. En hun zien het natuurlijk ook groeien met de maanden. En wat zijn het voor bomen, Teun? Dat weet ik niet. Jij studeert toch aan het Clusius College? Ja, maar ik weet echt niet wat voor boom het is, hoor. Iemand van jullie drieën? Kijk. Ik weet het wel. Ja. We hebben wilgen. We hebben, hoe heet die dingen? Zwarte els. Hoe? Zwarte els. Zwarte els. Hoogstamappel. Haagbeuk. Linde. Esdoorn en een Spaanse aak. Dat is toch heel wat? Ja. Ja, allemaal verschillende bomen. Zodat het ja, een verschillend ja, bomenpark ook kan worden. Bomenpark, ja. Het is een bomenpark. Ja, hoe moet ik dat anders zeggen? Maar hebben jullie een project als dit wel eens eerder gedaan? Nee. Nee. Ja, we hebben wel bij ook een iemand van school hebben we paardenbakken aangemaakt en tegels gelegd. En dat is ook wel een groot deel door ons gemaakt. En bij elkaar. Ja, gemaakt. Aan de slag maar weer, hè? Ja. Ja.